De Amsterdamse verkeerspolitie oefent de laatste dagen een scherpe controle uit op vrachtwagens die de stad binnenkomen. Alles wat erop of eraan zit wordt geïnspecteerd. Zo bijvoorbeeld achterlichten, die vaak dik onder de modder zitten. Richtingaanwijzers die door de grote laadbak van achteren niet te zien zijn. De stuurinrichting wordt op speling gecontroleerd. Het technisch personeel van de verkeerspolitie is op dit onderzoek natuurlijk prima ingeschoten. Er zijn soms hele slechte auto's bij, die over de wegen razen met losse benzinetanks, een gescheurde uitlaat, met banden die nodig vernieuwd moeten worden. Zeer belangrijk is natuurlijk de toestand van de remmen. De politie beschikt over een instrument waarmee men direct kan zien of de remcapaciteit aan de eisen voldoet. De chauffeurs wier wagens gebreken vertonen krijgen een bon. Niet voor de kantonrechter, maar voor een reparatiebedrijf. Een paar dagen later moeten ze dan met hun gerepareerde wagen nog eens ter controle komen. Het onderzoek der politie zal, naar gehoopt mag worden, de veiligheid op de weg bevorderen.